Functiewoorden in het examen Nederlands. Tijdens het examen Nederlands kom je sowieso de volgende vraag tegen: welke functie heeft alinea X ten opzichte van alinea Y? Vervolgens moet je kiezen uit een aantal functiewoorden. Functiewoorden geven aan welke functie één of meerdere alinea's hebben ten opzichte van een andere alinea. Functiewoorden moet je dus niet verwarren met signaalwoorden. In dit filmpje worden de meest voorkomende functiewoorden die je in een examen tegenkomt uitgelegd. En dat zijn heel snel. Aanleiding, anekdote, argument, conclusie, constatering, gevolgen, nuancering, opzomming, probleemstelling of probleemschets, samenvatting, stelling, uitwerking, voorbeeld, weerlegging. En die zal ik hier heel rustig uitleggen. Bedenk dus dat er veel meer functiewoorden zijn, maar die worden niet in dit filmpje uitgelegd. Onderaan deze video vind je een link naar alle functiewoorden met uitleg. Allereerst een aanleiding. Dat betekent de reden om ergens over te schrijven. Een tekst gaat bijvoorbeeld over milieuvervuiling. Omdat er onlangs een rapport met cijfers is verschenen, schrijft de schrijver deze tekst. De aanleiding om de tekst te schrijven is dus het gepubliceerde rapport. Een anekdote is een grappig verhaaltje als voorbeeld bij een onderwerp. Deze vind je vaak in de inleiding van een tekst. De schrijver heeft zelf iets meegemaakt, de anekdote, en schrijft daarom deze tekst. Een argument wordt altijd aangevoerd om een stelling te bewijzen of te ontkrachten. De schrijver heeft over een bepaald onderwerp een mening en wil de lezer overtuigen door middel van zijn argumenten. Deze herken je vaak aan de signaalwoorden want of omdat. In een conclusie wordt vaak het voorgaande kernachtig samengevat. Verschillende argumenten worden afgewogen of een standpunt wordt nogmaals geformuleerd. Je herkent dit aan de signaalwoorden kortom, dus al met al en concluderend. Bij een constatering stelt de schrijver een feit of verschijnsel vast. Bijvoorbeeld, een schrijver constateert dat de dijken in Nederland te laag zijn, omdat het zeeniveau de komende jaren gaat stijgen. Een constatering kan een aanleiding zijn voor het schrijven van een tekst. Een gevolg is dat wat voortvloeit uit de verschijnsel of maatregel, namelijk de oorzaak. Bijvoorbeeld er wordt een vreselijke aanslag gepleegd, dat is de oorzaak, waardoor er meer politiemensen worden ingezet voor de veiligheid, en dat is het gevolg. Dan een nuancering. Altijd lastig. Een nuancering is een verfijning van een bewering of stelling. Dit doet de schrijven door meer details te noemen. Hij geeft bijvoorbeeld in de eerste alinea zijn standpunt, ik hou niet van vakantie, en formuleert die in de tweede alinea iets preciezer, dus met meer details. Omdat ik het vervelend vind om in een hotel te slapen en omdat het eten anders is. Een nuancering moet je niet verwarren met relativeren. Met relativeren maak je iets minder erg, je zwakt iets af. Dat is iets anders dan meer details noemen. Een opsomming is een reeks van argumenten, voorbeelden of kenmerken. Een opsomming geeft het onderlinge verband tussen tekstgedeeltes aan. Zo kan een alinea een deel van een opsomming zijn, omdat het bij een grotere opsomming van meerdere alinea's hoort. Bij een probleemstelling geeft de schrijver aan over welk probleem de tekst gaat. Bijvoorbeeld, een schrijver vraagt zich af hoe het komt dat scholieren in de ochtend slechter scoren op een proefwerk dan in de middag. Dat is zijn probleemstelling. Als hij het probleem vervolgens gaat omschrijven, is hij bezig met een probleemschets. Hij schetst het probleem van de slechte scores die waarschijnlijk te maken hebben met het slaapgebrek. Een samenvatting is een korte weergave van de belangrijkste informatie uit een tekst. De schrijver maakt nog één keer kort en krachtig duidelijk waar de tekst over gaat. Een stelling of standpunt is een bewering van de schrijver of van iemand anders. Iemand heeft een mening en bewijst zijn stelling door middel van feiten, voorbeelden en argumenten. Je vindt een stelling vaak aan het begin van een tekst. Bij een uitwerking geeft de schrijver nadere uitleg over een stelling of bewering. Bijvoorbeeld, in een tekst staat dat er meer orgaandonaties zijn dan ooit tevoren. Vervolgens werkt de schrijver dit uit door cijfers te geven over orgaandonaties van de afgelopen jaren. Een schrijver gebruikt een voorbeeld als hij iets wilt verduidelijken. Stel dat hij zojuist heeft beschreven dat hij het steeds vervelender vindt om met de trein te reizen vanwege de vele storingen, dan wil hij dat door middel van een voorbeeld verduidelijken. Bijvoorbeeld, vorige week had ik op één dag maar liefst drie uur vertraging. Tot slot de weerlegging. Bij een weerlegging laat de schrijver zien dat een bewering of argumentatie onjuist is. Dit doet hij door middel van tegenbewijs, bijvoorbeeld met feiten of voorbeelden. Een weerlegging moet je niet verwarren met een tegenwerping. Ondanks dat ze veel op elkaar lijken. Bij een tegenwerping laat de schrijver zien dat hij het met een bewering of argumentatie niet eens is. De schrijver geeft zijn bedenkingen aan. Klopt het wel wat er gezegd is? Hij levert hierbij dus geen tegenbewijs. Sommige functiewoorden lijken op elkaar. Vooral door veel te lezen en te oefenen zal je leren wat de verschillen zijn. Bedenk wel dat in een examenvraag vrijwel nooit dezelfde soort begrippen worden gevraagd. Zo kun je ervan uitgaan dat de begrippen tegenwerping en weerlegging niet in eenzelfde vraag worden genoemd. Voor nu, als je de behandelde functiewoorden uit deze video straks tegenkomt in dit soort vragen in het examen, dan weet jij precies wat ze betekenen. Heel veel succes!